of who's a friend of mine's on gift. And niks nu, want het was me wel een dag, ja, bijna gisteren, dus 10 betonnen. Ik heb hier helemaal geen zin in, maar ik moet het eigenlijk wel doen, want ik zag toen straks ook die wermengen. En die hadden ook toevallig vandaag hoog beroep. In verband met die zaak van die Norbertdeken. Boom, en wel nou toevallig. Ik had gisteren dat filmpje nog eens gezien met die Norbert. Die zei, toen de Wouter bij waren, zei hij, ik had je eigenlijk een doodschap moeten geven. Ik dat durf je niet, want ook daar ben je te laf voor. Wat? Die laf van en daarna heeft die Willem Engel genaaid. En dan had Engel vandaag het hoge beroep. En dan hoor ik de ogen bij die voorkomend zijn CV van die Jasper, hoor ik hem. Weet je, de vrouwen leggen de OM heeft het bewijs van vals en ze werken op de ANZTW. De Albersberg heeft die met die demo's, heeft hij zelf allemaal gekregen en noem het allemaal op. Belangenstreng en zo. Ja, dat hoor ik kijken. Dan denk ik, jij hebt met voorkennis gehandeld en alles. Jij weet het, want zijn oude jaar had dat met de keer voor Oranje toen gehad. Ik had akkoordje gegooid met de gemeente, veel geld gekregen. En dat hebben ze ook nog met hem gedaan, met Engels. Want staat wij van hem even alles in de ogen en de nek en kettingen van de vrijmetselarij, noem het allemaal op. En vriendinnen van mij en vrienden hier ook in Nijmegen, maakt niet uit. Ze willen nog steeds de feiten niet zien. Ze zijn vandaag één blindelings achter ze aangerend. En ze willen gewoon alle feiten niet zien. Dat flip ik helemaal uit. Hè. Ik vecht er vanaf mijn 15e tegen hier vandaag. Hè. Nou, het was zo, hè, met die aangifte, dus ik had die afspraak vandaag. En, voor de goede orde. Ik kom daar en naar die vrouw achter de bar. Ja, die dacht, wil je koffie hebben? Zeg ze. Ik zeg, ja, lekker een bakje koffie doen maar. Dus ik loop naar links en zo, naar die stoeltjes. Oh, ik had iemand zegt, waarschijnlijk leiding geven en zo. En dan niet ook nog koffie voor een pak, hè. En dan ga ik, oh ja, het wordt weer zo'n dag. Het gaat wel leuk worden. Nou, vervolgens, ik had die brief bij me. En ze hadden dus gezegd, je moet het sowieso chronologisch opschrijven. Zo weet je. Het is hun fucking werk. En waarvoor ik daar ben, met dat ze zich moeten legitimeren en alles en dat, eindigen en noem maar op. Dat doen ze juist niet, want dan kom ik daarop. Kijk, dat is een beetje uitleg. Ik had al dingen opgeschreven en hier wat de deurwaarders moeten hebben, dus een wilsverklaring, contract, volmaakt, noem maar op. En, ja, maar ook dat geen contract, ik heb geen contract met het CZ, nooit getekend ook niet. En ook geen contract met de staat van Nederland, ook dat nog eens niet. Maar dat heeft ze allemaal niet opgeschreven. Ze heeft 3 keer die brief van de gemeente gelegen. En daar stond dus op. Ja, dat is echt niet zo moeilijk. Dat van de 90%, wat ik dus kreeg, zo 5% in worden getrokken voor beslaglegging. Het is niet zo moeilijk, ja, die krijg ik gewoon met Rob hier. En dus ja, kreeg ik geld ingetrokken en dan wordt er ook nog eens zorg van betaald, dus ik krijg nog minder. En dan ook nog eens beslag, ken niet, dat mag sowieso niet, zoveel mogen ze niet inhouden, dus dat mag sowieso wettelijk allemaal niet. Maar ze proberen het, dat zal mee wegkomen. En dan zei die vrouw dus 3 keer tot 3 keer toe, ging ze in die brief terug. Ja, ik snap het niet. Terwijl het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk in de dag, maar ja, je bent geïnstrueerd, want ik kan me niet voorstellen dat die vrouw echt zo dom is. En nou, ze heette niet Femke, dus we gaan een Floor noemen. We gaan Floor Femke noemen, of Femke Floor, wat gaan we doen? Nou, maar ze, zo heette ze niet, ze heette niet Femke Floor. Maar goed. Het riep er toe van, ja, ze snappen. Ik zeg, ja, moet je je voorstellen, als ik het dan niet snap, ik zeg, dan bel ik van Flamrijn, die hebben het over 2900. Ik zeg, die brieven bij me, die hebben ik dus daar, hebben ze bewust achtergelaten, maar kom ik dadelijk op. Er staat 5400 en nog iets, zo'n beetje. Terwijl, ze aan de telefoon zeggen 2900. En ik heb nooit iemand gezien, vergeet dat, ik heb nooit iemand gezien, nooit iemand heeft zich gelegitimeerd of wat dan ook. En dat mag dus allemaal niet. En dan ben ik dat uitleggen ook, dat vanaf 1-1-2020 dus de normalisering zeer een gerechtpositie is. En dat de wet bestuur toezicht krijgt voor zo'n,
En dan wil je verzoeken dat we dus kunnen kijken bij de kant van de koopman, dan kunnen inzien of het een publieksrechtspersoon is en zo. Heeft ze allemaal niet opgeschreven, maar wat hier eigenlijk op staat, nou staat er, ik ben ermee akkoord gegaan, maar ik dacht weer, ik denk, ik ben in een verkeerde film hier en zo. Hè. En dan blijf ik rustig, want ze willen gewoon dat ik weer dan met de baseballknappen naar binnen ga. Doe het niet meer, al lang niet meer, al 30 jaar niet meer. 20 jaar. Ja. Maar dan dus, en ja, wat hier staat, als je dit bijvoorbeeld Jury laat zien, hè, dan zeg je bijvoorbeeld, wat hier is opgeschreven, hè, met de wijzeklaar en zo, en contract en zo, mag en zo, dat horen dus deurwaarts over dat te doen, maar het staat hier dus net zo, de gemeente dat moet doen, en cetera, et cetera. Ze schrijven gewoon, en dan is die Engels, hoor, ik mag dat. En ze worden zo geïnstrueerd, hè, dat ze het zo draaien en noem maar op. En dan zijn er van die wijkbureautjes van die, ja, die vrouw was mijn leeftijd, denk ik. En ja, ik kan me niet voorstellen dat ze werkt. Oh ja, zeg ze ook nog, joh, wat een moeilijke woorden zijn dat. Hè? De wet normaliseren een rechtspersoon, hè? Dat vond ze ook moeilijke woorden. Het is bizar, mensen, het is bizar. Maar dat is dat ontmoedigingsbeweging. Dat doen ze dus met mij al jaren. Dus kijk nou met de commissie voor toezicht. Ik heb 26 dagen in de ISO gezeten. Met 30 graden. Ik kan aantonen dat het onterecht was. En ze hebben gewoon de klacht ongegrondverklaard. Zonder dat ik gewoon bij ben in die zitting. En dat moeten ze. Ze doen het al. En die Willem Engel, die hem maakt was de laatste 4 jaar. Die zit mee. En dan krijgen ze media aandacht, die mafkees allemaal. Terwijl hij juist controle is, allemaal. Allemaal Bouke. Dus één pot na het Forum, Engel, Jensen, Welschmerz, noem maar op, Van Hagen met Hulleman en zo. Allemaal, dat is één enge kliek. En jullie horen er altijd allemaal niet bij. Heel weinig, denk ik, heel weinig. Wie snappen het niet? En trouwens, hun zelf worden ook uitgemoord, zo gaat het. Maar dat is het, dus ik had het al opgeschreven en zo allemaal. En als ik dus brieven, ben net thuis, bel ze me op. En dat is ook bewust gecreëerd. Ja, ik heb die dingen gekopieerd, maar ben ik die vergeten te sturen van het kopieerapparaat af te maken. Om bijvoorbeeld voor mezelf ook niet op te gelet. Moet je opsturen? Ik zeg, nee, ik kom er wel aan, ik moet dan aan de start. Kom ik dan om 12 minuten voor 5 en ik zie ze wegrijden, haar ook. En ik kom voor de deur. Dicht stond nog een Duitser en een vrouw, die wilde, ja, ik weet niet wat ze wilde doen. Ja, dicht, hè. En dat gebeurt dus, stelsel maar, structureel gebeurt dat, mensen. En dat wil ik wel even zeggen, hè. Want gisteren in de koopzaak van een vrouw, ik zal wel niks zeggen, wijselijk. Kijk toch af en toe. Die wilde even structureel 400 miljoen erbij hebben per jaar voor de politie Nederland. De criminele organisatie, de crimineelste organisatie. Van die maffiafiguren daar, Koningshuis natuurlijk. 400 miljoen structureel. Als ze dit, als ze zo stoppen hier, met deze onzin, mensen erbij te geven, dit alleen al. Is al 30 miljoen, zeker op jaarbasis in Nederland, zeker 30 miljoen. Nog meer, want ik hoorde bij Karel met de dingen. Ze gaan de naam veranderen, een LBT van de landbouw. Dan komt ook de V bij van visserij. Dat kost 34 alleen om het document te veranderen voor de naam erbij, van de visserij erbij te krijgen. Dus dat is ook, is al 34 miljoen op jaarbasis dit dus. En dan gaan we eens pakken. Elke agent in Nederland van die kutwijken gehoortjes, die naar huis gaan. En dat kunnen er ook 10 zijn, dat kunnen er 5 zijn of zo. Maar als je aan die agent van om 12:15 naar huis gaat, trouwens ook het basispersoneel en het CBS en noem het allemaal op, allemaal die ambtenaren. Als ze die eens gewoon tot 5 uur liet werken, dan zouden ze voor een 500 miljoen, dus voor 500 miljoen, zouden ze moeten overwerken. Dat is echt waar. En dan klagen 400 miljoen structureel bij per jaar. Ja. Die durven. En dan niks. Oh ja, kreeg ik een briefje. Zij gewoon nog, want in verband met videren en zo. Hè? Want ik ben morgen wel mijn advocaat natuurlijk, en zonder meer. Want ik wil personen, ze moeten gewoon optypen wat ik zeg. Zo is het.
Dus dat is allemaal... Ik was een belasting betaler alleen maar zelf, maar mij boeien het niet. Ik lag me kapot, ik kan niet wat flippen. Ik rook er alleen een joint meer door. Schrijf ze me hier op waar ik zelf dus kan optekenen met verderen en zo, met die Trudy en alles. Hoe het zit, en dan moet ik het schriftelijke, moet ik dan vragen tot schriftelijke aangifte. Nee, hun moeten het doen en ze moeten het legitimeren zoals het hoort. Want ook zij staat niet juist ingeschreven door. Nou, dan was het anders wat je te lang. Dus dan zult hij eigenlijk.